Hoi allemaal, in het kader van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort binnenkort wil ik jullie meenemen in de samenwerking tussen Lego en Ferrari in de jaren 2004 en 2006. Hoe komen de racewagens bij het circuit? Uiteraard met een vrachtwagen. Die kunnen hier achterin kan een Formule 1 wagen staan. Vervolgens als ze zijn uitgeladen, dan gaan ze aan de wedstrijd beginnen. Uh, ze beginnen bij de startpositie. Uiteindelijk na zoveel rondjes krijgen ze vanuit de pitcrew krijgen ze door van dat het tijd is voor de pitstop. Vervolgens, dan gaan ze naar de pitstraat en worden, worden de auto's helemaal nagekeken. Er worden nieuwe banden opgezet, uh, banden losgemaakt, uh, olie bijgespoten en, uh, en benzine getankt. En staan er twee mensen die aangeven dat die moet stoppen of weer kunnen beginnen. Vervolgens na zoveel rondjes zijn ze klaar en gaan ze over de Finus. En komen ze uiteindelijk op het podium te staan. Aangezien deze sets in 2004 tot 2006 zijn ontwikkeld, in combinatie met Ferrari was het eigenlijk allemaal met mensen voor Ferrari. Toen tijd hadden we nog Filipe Massa en Michael Schumacher. Hier staan alle mensen die staan te juichen voor Michael Schumacher, omdat hij op de eerste plaats staat. Maar laten wij natuurlijk allemaal binnenkort gaan juichen voor Max Verstappen, Vond je dit een leuk filmpje? Like en subscribe en deel vooral met je vrienden. En heel veel plezier met de wedstrijd.